Het is je geluk om de zwaarste courgette te krijgen. En jouw courgette woog 5200 gram. Nou, gefeliciteerd. Je hebt hem zelf laten groeien? Ja, met mijn opa. En hoe heb je dat gedaan? Mijn opa had paardenpoten erbij gegooid misschien. Oh, is dat het geheim? Weet ik niet. Zeker voor Amsterdamse kinderen is het zo. Dat ze natuurlijk in verhouding met kinderen die op het platteland wonen wat minder feeling hebben met hun leefomgeving. Dat ze ook, nou, kinderen krijgen schooltuinen in Amsterdam, alle kinderen, maar dat is pas in groep 6, 7. En ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat ze daar wat meer van meekrijgen. En waarom speciaal courgette? Omdat het een redelijk makkelijke plant is. Hij wordt wel heel groot, dat heb je gezien, maar hij is redelijk makkelijk te telen, ook op een balkon en ook in een pot. En de slagingskans is ook groot. Het is natuurlijk heel jammer als je zaadjes hebt die het niet doen. Als kinderen hun best doen en dan werkt het niet, is het wel sneu. Ja. Ik kan me niet herinneren als een grote courgette. Nee, ik ook niet. Nee, volgens mij is dit veruit de grootste. Ter wereld waarschijnlijk. Ja, dat denk ik absoluut. Ja. En ga je deze nou ook opeten? Weet ik niet. Wat denk je? Nee. Ik kan wel met z'n allen van eten, denk ik. Mijn hele familie. Ja, de hele straat.